beste mensen. Wat fijn dat ik u mee mag nemen naar mijn dorp, het dorp aan de Beek Gaanderen. 1950, 1951, de tijd dat de vuilniswagens langskwamen, dat mensen aan het werk waren en dat wij ons in een hele veilige en plezierige omgeving waren in dat dorpje. In dat dorpje waar mensen altijd maar bezig waren. Ik ken ze niet anders dan moeders met schorten voor. Oma's die er altijd bij waren. Dat treintje wat langskwam waar je vol bewondering naar stond te kijken. Spannend zoals dat treintje langskwam. 1 keer in de 2 uur. Of wij wonen aan de Rijksweg en ik weet nog dat wij zeiden van wanneer zal er een ongeluk gebeuren. Want er kwam ook wel eens een wagen door de Rijksweg. Er kwam soms wel eens een auto door de Rijksweg heen en dan kwamen ook die butengasflessen van Thuis. Die door de hele Achterhoek heen gingen om de mensen te voorzien van gas. Levensgevaarlijk vonden wij het. Straks kan er wel weer een auto aankomen. De tijd dat wij lopend naar school toe gingen. En dan bleven staan bijvoorbeeld bij Waarbroek, bij dat café en dat restaurant. Nou, restaurant, je kon er soms wel een soep krijgen. En bij dat stationnetje waar we langskwamen, spannend hoor, want dan kwam het treintje langs, wat van helemaal van Emmerich uit Duitsland, helemaal naar Zutphen toe ging. Dan mochten wij achterop springen. Ja, mochten we niet, maar we deden het wel. Ja, en dan sprongen we eraf bij een van die bulten in Gaanderen, die zandbulten. Hier aan het eind van het dorp. Maar het was het mooi om langs de kant te staan als die boeren aan het ploegen waren. Of als ze gehoord werden en wij achter de muizen aan. Ja, net zoals die drie jongens die bij de Hullen werden geboren. Het hele dorp had het erover. Er is een drieling geboren bij Ketla van de Hullen. Sandy voor ze. Ja. Rennen om het te vertellen. Ja, want telefoon hadden we natuurlijk niet. Een telefoon, ik werd het nog 4-3-4 geloof van Pelgrim. Ja, er waren maar een paar mensen in het dorp. Frans is al telefoon hebben gehad. Frans Ernst. Denk wel. En ons zijn ook wel in zo'n. Dat waren een beetje de voorname mensen in het dorp. Daar werd ik naar goed. Want we hadden natuurlijk mensen met hoeden op en mensen met petten. En als je een pet op had, dan zet niet dan af. En de mensen tegenkwam met een hoed op. Kijk, als ik naar dat dorpje kijk, dan merkt u, dan ga ik plat praten. Want dan komt het weer terug, die tijd van dat ik ook bij de verkenners was. Dat ik bij de Welpjes was. Dat we op kamp gingen, op kamp. Weet je wat dat inhield, op kamp? Met een vrachtwagen mee. In een bos, vlaghijzen. Op een gegeven moment tenten bouwen. Zelf eten koken. Zadoek in de soep laten vallen, gauw eruit halen voordat iedereen het had gezien. En spannend, vanavond probeerden we naar de gids toe te komen, want dat was dichtbij. Dat was, ja, de gidsen, de meiden. Was toen al spannend natuurlijk. Vuurtjes toch er niks van hoor. Gewoon zelf je eten maken. Een huis bouwen van touwen en stokken. Ja, af en toe ben je verwond. Maar het was wel altijd spannend. S'nachts slapen in zo'n tent. Stoer natuurlijk, niet bang. Helemaal niet bang. Mag ik achteraan liggen? Ja, dat zijn mijn vriendjes die daar zitten. Ja, ik heb mezelf al lang gezien hoor, maar mijn vriendjes, ja, want dat was het, hè. Daar ging je mee op kamp. Ja, afwassen moest natuurlijk af en toe ook wel eens. Dan, een pannenspons, lepelreek, afdruipreek. Je maakte het allemaal zelf. Daar staan ze, die prachtige, mooie, glimmende auto's bij garage Bosman.
De auto's voor de bruiloften, voor de begrafenissen. Als een koning voel je en je werd bediend, hè? Ook als je zo'n auto had, er waren er maar een paar natuurlijk. Er liepen 3 of 4 van die auto's. Het hele dorp stond te kijken als er zo'n auto aankwam. Je weet het eigenlijk niet anders. Die winkels waar je mee naartoe mocht om een nieuwe broek te halen, 1 kindje, hè? En een trui voor de hele winter. De winkel, als we mee mochten naar de winkel toe, een paar boodschappen halen. Je kreeg een patiënten mee, je kreeg een papiertje mee. Dan mocht je havermout halen, je mocht wat koffie halen. En meestal kwamen ze het brengen. Meestal kwam de bakfiets kwam er langs om het te brengen. Ja, de bekende merken, we zien het wel. Dat was afwegen. Hoeveel wilt u hebben? Zal ik het even voor u opschrijven? Oh, je hebt zelf geld bij. Ja, trots als een pauw. Centen in je hand, vastgeknepen. Ah, zie toch, 434, ik wist het telefoonnummer nog. Ja, bij mijn vriendje spelen, achter in de werkplaats van Hendriksen. Dat had altijd zo'n geur van metaal, waar dan gewerkt werd, gesoldeerd werd. Dat had zo'n geur die ik nu, als ik die weer zie, dan ruik ik het nog. In die winkel, pasten er vol met potten, pannen. Werken. Altijd maar werken. Of hengelen. Sport was er wel in Gaanderen. Water. Dorp aan de Beek. Ja, of je zocht het hogerop, hè. Doorningsbult. Als we daar mochten kijken, een grote hangar stond er. Er werd een vliegtuig gemaakt. Er was een eigen vliegveld. Althans, zo hadden we dat toch begrepen. Ja, ik ben niet zo'n danser. Maar deze dames wel. Bij de gymvereniging heette dat toen. Ben je ook op de gym? Ja, ik ben ook op de gym. Bij de jongens, ja, natuurlijk ben ik bij de jongens. Jongens en meisjes wel gescheiden natuurlijk. De ene vereniging, volgens mij Beatrix. Voorloper van Tempora in Gaanderen. En het halve dorp was erbij. Ik mocht op het paard van de buurman zitten. Je had een groentewinkel met zo'n grote knol. Ik keek altijd naar die dikke kont. Van de buurvrouw eigenlijk. Je ging bij VVG of je ging bij de gymvereniging. Je mocht 1 vereniging mocht je kiezen. Ja, wat wil je dan bij? Dat moet je het nou zeggen. Bij voetballen wil ik, bij VVG. Als de boodschappen niet genoeg werden gebracht, dan moest je er toch maar naartoe, naar zo'n winkeltje. Heerlijk. De reuk van een kruidenierswinkel. Je voelt het weer en je ziet die stukken vlees weer. Ik zie de slager nog bezig met die grote beesten op zijn nek. En vlak bij ons in de buurt werden de varkens geslacht. En dan rende er zo'n varken ervandoor. Gillend de straat over. Ja,
blijven laten. Zat hij in zo'n mandje natuurlijk. Winkels in Gaander, ja, je kunt daar prima winkelen hoor. Je kon ook prima naar school. 3 scholen waren er. Ik weet nog wel, we gingen naar de katholieke school en er was een openbare school. Er waren andere kinderen geloof ik. We hebben tegenwoordig weer zoiets. Nee hoor, dat is gewoon, waren je vriendjes. Na schooltijd, onder schooltijd niet, dan waren het verschillend. Na schooltijd gingen we samen spelen. Heerlijke tijd. Natuurlijk kwamen vroeger wel onze moeders en vaders ons ophalen van de school. Ja, pastoor Pelgrim die kwam net precies op de motor voorbij. Spelen, spelen met kinderen. Altijd spelen. Altijd was je buiten. Grote mannen die waren bij de schutterij. Die mochten dan een geweer bijvoorbeeld hebben. Of zo'n groot vaandel, daar moest je hartstikke sterk voor zijn. Wij zaten als jochies naar te kijken. En snapten niet hoe ze het hem flikten met zo'n grote bal eraan en haar ronddraaien. Muziek in Gaanderen. Achter de muziek aan. Het was altijd al zo. Als de muziek er was, dan rende je naar buiten toe. Want er was er niet wat feest. Er was wat te doen. Het hele dorp liep dan uit. Trommels voorop. Toeters erachteraan. En het hele dorp. Of het nou de gymvereniging was. Of het een voetbalvereniging was. Of het de hengelaars waren. Het hele dorp loopt mee. Op de Vierdaagse of gewoon omdat de kermis is, allemaal in een rij. Vaandelslag en muziek voor, en dan werd er een heel belangrijk iemand genoemd, de pastoor, de bovenmeester, mochten op het bordes en wij liepen er langs. Vaanderende muziek, een muziekdorp, een dorp vol muziek. De eerste bruiloft die ik meemaakte, dat weet ik nog goed, was van een tante van mij. Ik vond dat zo plechtig, als ik hier ook naar kijk, hè, dan denk ik van, had oom Albert ook een sigaret in de mond toen hij uit de kerk kwam? Dat weet ik niet meer. Oom Albert rookte geloof ik helemaal niet. Mocht je naar de zaal toe.
glieren in de zaal, zeiden we dan. Dat was glijden. En zondags moesten we naar de kerk. Was niet erg. Want soms moesten we dan mee met vader na de tijd. Want die ging dan nog eventjes aan de overkant. Ging die nog wat drinken. Geef de jongens maar een reep. En de moeders gingen naar huis toe. Want die gingen soep maken. Het was zondag. ...1959... Gaanderen, het dorp aan de Beek. Ja, ik was 16 jaar. 16 jaar. En dan kijk je in zo'n dorp rond en dan denk je, wat is er allemaal te doen in ons dorp? Nou, je vond vooral dat het heel erg rustig was. Dat herinner ik me nog heel erg goed. Dat moeders altijd aan het poetsen waren. En dat wij aan het, als we konden, een werkje probeerden te krijgen na de schooltijd. Want je ging naar de lagere school. Dan ging je naar de ambachtschool in Ulft bijvoorbeeld. Op de fiets natuurlijk. Je werd niet gebracht. Ook niet in de winter. Je ging in Terborg naar de MAVO. De ULO heette dat nog. Of de hele knappen, die kwamen wij tegen. Die fietsten naar Doetinchem, naar de HBS. En als je dan die school had gehad, de eerste vriendinnetjes die je tegenkwam, nou, heel voorzichtig natuurlijk, spannend, dan keek je uit in dat dorp, wat daar aan de hand was in het dorp. Wat hadden we dan voor zaken? Eindelijk niet zo heel veel. Het was er heel erg rustig. We vonden eindelijk als jongelui van 15, 16 jaar die niks liever deden dan sparen. Sparen voor een brommert. Bromnozems werden we genoemd. Dan gingen we werken. We mochten af en toe verdienen een kwartje. Als we de hele week gewerkt hadden, kregen we misschien wel een gulden. Om zo'n glimmend ding ooit te kunnen kopen. Als je een bromfiets had, dan kreeg je meisjes. Ja, wat wil je als je 15, 16 jaar bent en je bent een jongen? Dan wil je zo'n mooie meid hebben met van het haar omhoog. Want er was zo'n heel mooi voorbeeld en die woonde in Frankrijk. Brigitte Bardot. Zo'n meisje wilde je hebben. En de meiden bij ons, de meisjes, die gingen werken in het confectieatelier of op de fabriek, in de winkel. Er werd nog veel, veel handwerk, was er nog. Het was alleen maar handwerk.
Thuis werd er geluisterd naar de radio. Brussel, klassieke muziek, 's avonds. Die radio, dat was toch een ding waar ik vaak in zat. Luisteren naar de berichten uit Boedapest. Russen waren binnengevallen. Het was de Koude Oorlog, die tijd. Spannend. De eerste Hongaren kwamen naar Nederland toe. En mensen ook die in Gaanderen terechtkwamen vanuit Hongarije. In Little Rock, daar werd bij ons thuis onder het eten over gepraat. Little Rock kwamen de eerste middelbare studenten, die gingen naar de school toe. Onder begeleiding van militairen, moet je nagaan. En dan de vrijheid die wij hadden. En dat werd ons ook elke keer gezegd. Kijk eens wat je hier allemaal kunt. Kijk eens wat je hier allemaal voor kansen krijgt. Het hele dorp deed aan muziek of was bij de sport. Er was een familie in het dorp, familie Betting, die speelde klassiek. Dat is heel mooi. En wij rammelden meer op gitaren en zongen er hard bij voor microfoons. Ik kocht mijn eerste gitaartje, weet ik nog, in die tijd. We hadden een muziekwinkel in Gaanderen. En daar kon je al wel een gitaar kopen voor mijn 16 gulden dat mijn eerste gitaar kostte. Ik kon ook niet spelen, een vriendje van me leerde me dat. Die later altijd nog zegt dat hij dat nooit gedaan kan hebben omdat hij geen gitaar kon spelen. En sommige mensen herkennen dat dan ook aan mijn spel. Mijn eerste biertje. Doe maar een donkere, want dat gewone bier dat lust ik niet, vond ik veel te bitter. Donker bier was lekker zoet. Gezelligheid troef. Het ging steeds beter in het dorp. Wij vonden dat heel normaal, onze ouders niet. 15 jaar, 16 jaar na de oorlog. Door de week zaten wij in de keuken. Grote woonkeuken, koffie, thee. Koekje was voor de zondag. Op zondag dan was er wat extra's. Dan gingen we ook naar de kamer. Daar werd dan de kachel aangemaakt. Want in de woonkeuken was het fornuis gewoon aan. De hele week. De kamer kreeg een goede beurt voor de zondag. Daar werd de zondag doorgebracht. Eerst naar de kerk en dan samen koffie drinken met een koekje. Allemaal schoon goed aan. Zaterdag ze in bad. Nee, dat was een badhuis. Je ging naar een badhuis. Eventueel met je vader zingen onder de douche. Je is nog wel heel spannend hoor. Handdoek mee, onder de arm, het badhuis ingaan. Of je ging in een tijltje, gewoon thuis, in de keuken, om de beurt. Ja, soms werd er wel warm water bij ingegoten. Zedig. Ja, zedig waren we wel, ook als jongens en meisjes nog. We hadden wel een vriendinnetje, maar als je ze al aan de hand had gehouden, boah. Dan had je al een geweldige avond gehad. Als ik terugdenk aan het dorp, dan zie ik kleine straatjes
Ik zie heel veel onverharde wegen. Ik zie veel bomen, veel groen. Ik zie tuintjes die altijd verzorgd waren, En op maandag bij iedereen de was. Op maandag werd er gewassen. Tegenwoordig hoor ik de jeugd zeggen van... oh jee, nou zo, ik moet nog wat wassen, want ik heb niks met de maand te doen. Zo was dat niet. Smaandags. Er was regelmaat in ons leventje. Mijn moeder was altijd thuis. Mijn moeder zorgde voor het eten. Mijn moeder zorgde dat er kleren in waren. Al die moeders deden dat. Oma was er eventueel thuis. En heel stiekem oefende ik in de bult met een grote stok, want tamboemeter. Tamboemeter, herinner ik me, dat wilde ik eigenlijk wel worden. Trommelaar niet, die liep altijd voorop met zo'n veel lawaai. Trompetter, nou nee, was ook duur zo'n instrument en ik wilde toch die gitaar, daar kon ik al op bateren. Tamboemeter, dat wilde ik wel wat, maar daar was er maar één van. En ik kon ook niet met zo'n stok, ik was altijd die stok kwijt. De eerste buitenlandse mensen kwamen in ons dorp. Die gevluchte Hongaar in de Witstraat kwam te wonen. En de mensen uit Indonesië. En wij als kinderen kregen een draai om de oren als ze zeiden pindachinees. Want de eerste Chinezen die kwamen in ons land. We gingen niet bij de Chinezen eten, maar we kregen al wel eens nasi. Dat was iets heel raars. Nasi, rijst met... die was een beetje bruin. Het was wel lekker scherp. Nasi met iets heel lekkers erbij, kroephoek. Voor het eerst van mijn leven kreeg ik kroephoek. Hoe mijn moeder dat geleerd had, dat zat in een blik. Dat kon je in een blik kopen. De eerste nasi werd gegeten uit een blik. Ja, 3 gulden gespaard. 3,5 gulden soms. En wat deed je dan mee in september? Was het op. Kermis geweest in Gaanderen. Georganiseerd door de schutterij. Als je in Gaanderen woont, ga je naar de kermis. Gewoon 3 dagen naar de kermis. Dat geldt wel een beetje verdelen over die 3 dagen. Want je wilt elke dag natuurlijk wel ook aan die tap staan. Stoer, met een glas bier. Wij hadden een politieagent Herman te Beek in het dorp. Nou, dat was zo'n beetje waar je toch wel tegenop keek. Maar dat bleek een hele vriendelijke en vrolijke man te zijn. Luxe. Er kwam wat meer luxe. Speciaalzaken. Want mensen hadden centen en wilden centen uit gaan geven. Mooie luxe artikelen kwamen er. Daar keek je wel naar uit, want dat kocht je niet zo vaak, maar ze werden gemaakt. En als je wat bij wilde verdienen, dan kon dat. Ook wanneer je 13, 14 en 15 jaar was. Thank you.
en ik werd wat groter, kreeg mijn eerste meisje, ontmoet op school. Ja, en je was zedig, heel zedig. Dus ja, dat was kijken voor meubelzaken, kijken naar bedden. Heel stiekem alvast kijken naar bedden. En als je nog kleiner was, dan ging je spelen in een van die bulten. Bulten, daar heb ik hol van over, zei Holly ook van mien. Bulten, daar heb ik heb nog nooit een dorp maar zo gezien. Ja, die bulten die waren er in overvloed. En spelen, spelen deden die kinderen. Dan denk ik altijd nog heel even aan mijn eerste meisje van de zangvereniging, mijn allerliefst zo klein sopraantje waar ik mee wandelde in het laantje, maar die niet meer aan me denkt nu ik niet meer zing. Ik weet niet wie het was, Eddie Christiani, Max van Praag, maar er werd gezongen, jongens en meisjes. Mooie in dat prachtige Gaanderen. Anno 1959, 1960, waar het nog tijd was om rustig met paard en wagen doorheen te rijden. Gaanderen. Gaanderen rond 1959, 1960. Terugkijkend op de begin jaren 60, wordt daar natuurlijk schitterend over gesproken. De straten waren leeg. En als we nu terugkijken, dan denken we aan lege straten 's avonds, want de televisie die kwam. Ik zat weliswaar vaak bij de radio, heel Nederland zat bij de radio, maar de televisie kwam. En iedereen had al wel een rijke oom of tante die ook een televisietoestel had. Antennes zag je nog nauwelijks. Eén in een straat, en op zaterdagavond, dan gingen we er kijken, want wie kwam er op tv? Toon Hermans. Over de stoel, een ballon, een ballon, een ballonnetje. 1959. Straten waren leeg, zoals, vond ik, eigenlijk alle dagen de straten leeg waren in ons dorp en in onze omgeving. We fietsten naar de Gaanderhei toe, naar onze oma en opa. En mensen, ja, iedereen had een fiets, hier en daar een auto. Pa mocht een auto rijden omdat hij vertegenwoordiger was in sigaren en sigaretten, kruidenierswaren. Kwamen steeds meer moderne dingen op ons af. De supermarkt uit Amerika ging zijn intrede doen in Nederland. Nou, de supermarkt... Het werd een halve zelfbedieningszaak. Maar wel heel modern, met schappen waar je als klant gewoon doorheen kon lopen. Aan mocht wijzen, zelf pakken. Nou, liever nog niet, want alles moest wel netjes in rijtjes blijven staan. Maar het werd allemaal veel moderner. En omdat er geld was, werd er geproduceerd. Er werd geproduceerd in grote, moderne hallen. Massaproductie.
Want we hadden van alles nodig in die tijd. Er kwamen nieuwerwetse dingen op de markt. En Pelgrim was een van de grootste werkgevers in ons dorp. Vulkansoort was er ook nog een. De hut, zeiden ze daartegen. Want je ging naar de hut en je had een overal aan. Of je had een witte boord. En dat waren, vond men, verschillend soort mensen. Wat raar, hè? Thuis leerden we dat er geen verschil was tussen arm en rijk, tussen blank en zwart, hoog of laag opgeleid. Ze waren allemaal gelijk. Kijk nooit op iemand neer die armer is dan wij, zei mijn vader. En dat was ook nauwelijks mogelijk. Want we hadden ons eten en ons drinken. En al die mensen hadden dat en we kregen het steeds beter. Er kwamen moderne fratsen. Loon, dat kregen we in loonzakjes. En zo'n bruin zakje waar dan het geld in ging. Ik denk mijn eerste salaris, dat was iets van, ik denk 5, 26 gulden in de week. Dat kreeg je dan uitbetaald netjes. Accontant. Je gaf thuis een paar centen aan kostgeld af. Want er was altijd wel een zusje in huis die nog thuis moest helpen. En die kreeg dan dat verzamelde geld van degene die wel werkte. Zodat die ook een inkomen had. Ah. Ik weet niet hoe of dat in andere gezinnen ging. Maar bij ons thuis werkte dat op die manier. Iedereen had dan toch zijn inkomen. Onderwijs, de nieuwe school in Gaanderen, waar toen de kinderen naartoe gingen, de Augustineschool was. Dat herinner ik me ook nog wel. Schoolmeesters in pakken, die hadden allemaal een kostuum aan. Stropdas, het hoofd der school, de pastoor met het boordje om. Tandartszorg, die werd verbeterd. Alles ging vooruit. Als je al niet naar de tandarts zo ging, hij pech had, want de tandarts die kwam gewoon op school. Angst hadden we de hele dag hadden we al angst. Als de tandarts ging komen. Tandartshut. Als je wil in het woord al, ik er nu nog aan denk, verschrikkelijk. En deze kinderen, die moesten nog naar die tandarts toe. Wij hadden de school al verlaten. We waren 16, 17 en in de zomerdag gingen wij al op vakantie op de fiets naar België, een heel ander land. We leerden om voor anderen iets te doen. Dat leerden we van onze hopman. In het Franstalige België een school helpen bouwen, aan andere mensen denken. Die tijd begon. Ons bewust worden van de dingen die om ons heen gebeurden in de wereld. Die meisjes van ons in de klas in de eerste dansles op de fiets naar de Borg, op de fiets naar Pipi Biense om dansles te krijgen. De meiden aan de ene kant van de zaal en de jongens aan de andere kant. Het was het begin van de massaproductie. Nieuwerwetse dingen, wasmachines, centrifuges. Afzuigkappen hadden ze nog nooit van gehoord. Ook niet in zo'n fabriek. In Gaanderen had iedereen al dit soort moderne apparatuur thuis. Want we hadden allemaal wel iemand in de familie die in zo'n fabriek werkte. Ja hoor. En dan
kreeg je dat voor inkoopprijs dus. Iedereen had een nieuwe wasmachine en een nieuwe centrifuge en zo'n mooie kachel. Alles geïmailleerd, gewoon met de handen in dat inmaaien. Zwaar werk, de hele week en de zaterdag tot 1 uur. 40-urige werkweek. 'S morgens om 7 uur beginnen, 6 uur naar huis toe. Een half uur wassen voordat je weer schoon was. Hard werken, maar de vooruitgang. Karrevol met spullen. Een moderne fabriek. Ja, daar lach je nu om, maar het was een moderne, uiterst moderne fabriek. Waar mensen goed werk hadden. Oké, met verschillen en verschillen moesten er blijkbaar zijn. Kantoorpersoneel of in de fabriek. Wat er ook nieuw kwam in die tijd, was het stempelen. Als je binnenkwam, dan moest je aangeven hoe laat je binnen was gekomen. En er waren controleurs die vooraan zaten om erop toe te zien dat niet iemand anders je kaartje erin deed. Je werd per uur betaald. En er werd hard gewerkt, overgewerkt. De ovens, die bleven gevuld worden. Zondagsmiddags dan ging ik met mijn vader naar VWG. Op de tribune zitten, in de pauze of in de rust een pilsje pakken. En zegt dus maar niks, hè, dat we een pilsje hebben gedronken, want dat deed je eigenlijk niet. In 1959, je zou katholiek zijn en je zou toch eens verkering krijgen met een Nederlands hervormd meisje of met een gereformeerd meisje. Dat is tegenwoordig niet meer. Nu zijn er weer andere mensen waar we blijkbaar problemen mee moeten hebben. Knikkeren, het spelen buiten, had plaatsgemaakt voor denken aan later. Als we kijken naar beelden, als ik kijk naar mijn dorp van 1950, van 1959, begin 60er jaren, dan blijft er eindelijk de gemeenschap met die andere mensen. Met samen dingen doen in een dorp.
Het samen dingen doen, samen dingen ontdekken, samen erop uittrekken. Vriendschappen sluiten, vriendschappen soms voor het leven. En het leren houden van je geboortegrond, van de mensen om je heen die je hebben opgevoed, die je hebben geleerd op die lagere school, op die kleuterschool, in het voortgezet onderwijs, bij die verenigingen. Het gevoel om samen iets te maken van ons leven. Ja, dat is wat ik sterk kan moet denken als ik terugkijk op de beelden van dat mooie Gaanderen, dat dorp aan de Berg uit de 50e en 60e jaren. Prachtig.